Met de onthulling van een plakkaat is op vrijdag 22 februari de eerste fase van het Student Housing Campus Village officieel geopend. Er kunnen hier alvast 312 studenten wonen tijdens hun studieperiode. De redactie sprak een aantal personen naar aanleiding van dit memorabel moment. Het project is na de ondertekening van start gegaan. Het zou 18 maanden duren en het is in time, op tijd. September vorig jaar was het bouwtechnisch afgehandeld. Het is op 15 november vorig jaar door de aannemer overgedragen aan het ministerie, zoals daarnet ook verwoord is. Het mooie van dit project is natuurlijk dat behalve een paar technische mensen en een deel van de materialen, de volledige staf bestond uit en de bouwploegen bestonden uit Surinamers. Dus dat is een heel sterk punt. Men heeft gebruik gemaakt van de aanwezige kennis. En vandaag staat het er. Men is net begonnen met fase 2. Het geeft aan dat wanneer we onze zinnen zetten op iets, dat we het kunnen klaren. Natuurlijk, financiële en technische assistentie daarbij is nodig. Maar de drijvende factor hier, de gedachte, wat willen we, waarom willen we het, dat komt van Surinamers gewoon. En in dit geval was het president Boutersen, zoals het op het plakkaat dat net onthuld is staat. In dit proces, dus voor fase 1, die we vandaag hebben overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, is ook het ministerie van Openbare Werken de opdrachtgever. Dus wij zijn hoofdverantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoeringsovereenkomst. En hierin worden we bijgestaan door een consultant, de Sunecon, die ons dan bijstaat met de controle en bewaking van de uitvoering van het project. U heeft het over de uitvoering van het project. Bent u als waarnemend directeur van het ministerie, bent u tevreden over de gang van zaken? Ik zou eigenlijk niet eerlijk zijn, het zou niet eerlijk van me zijn als ik zou zeggen nee. Ik ben dik tevreden met het verloop van het hele proces. Vanaf contractondertekening tot oplevering. Natuurlijk zijn er hier en daar zaken waar het ministerie dan moet inkomen, contacten moet leggen met onder andere nutsbedrijven om zaken een beetje te laten vlotten. Maar ook vanuit die hoek is die samenwerking ook geweest wat het moet zijn. Dus niet alleen verhouding, openbare werken, contractor, maar ook met de lokale partners om het zo uit te drukken. Nou, als gewezen jeugdparlementariër is het altijd zo. Mijn periode als jeugdparlementariër was ook mijn periode als student. En vanuit die periode weet ik dat het belangrijk en goed is om je te concentreren op je studie. Studieconcentratie is belangrijk, is een goed fundament samen met discipline en een goede motivatie om succes te bereiken. En dat heb ik ook aan de dag moeten leggen als student, ook van deze universiteit. Dus ik roep ze ook op om die concentratie te hebben en te houden. Daarom zie ik dit ook als een van de belangrijkste randvoorwaarden die nodig zijn om studenten te kunnen laten concentreren. Want niets is zo zwaar om te studeren, maar dan nog een verdeling van jouw aandacht te hebben voor huisvesten. Want dat in een paar huur of dat in bij appartement €200 en je weet niet hoe je eraan moet komen. Of je woont thuis bij tante, want je komt uit het district. Het zijn allemaal dingen, soms zeg ik ook liefdesverdriet, werk, allerlei dingen waarmee studenten te maken hebben. Nu is een van die belangrijkste disconcentraties. Heb je de gelegenheid om dat weg te nemen? Want voor een redelijke
aanbieding, redelijke prijs, met behoorlijk wat voorziening, kun je hier studeren. Dus maak daar heel goed gebruik van. Maak daar nuttig gebruik van. Wie zuinig, gebruik het goed. Huisvesting is in zijn algemeenheid ook een probleem. Dus we moeten dit ook zien in het kader van het verlichten van het huisvestingsvraagstuk in zijn algemeenheid. Nu heel specifiek, voor een specifieke groep van studenten. So use it. Don't misuse it. Maak er goed gebruik van. En zorg ervoor dat van hieruit je een goede basis hebt om je studie af te ronden. En voor te gaan en wat Suriname van je verwacht, van deze campus, van deze universiteit verwacht. De aflevering van meer wetenschappers, meer bestuurders, meer leiders voor Suriname. Dat is mijn wens en mijn hoop. En ik heb er goed geloof in dat het helemaal goed komt. Dit is allemaal voor het volk van Suriname. Willen wij dit land ontwikkelen, dan moeten we mensen de gelegenheid geven te studeren. Educatie is de basis van elke goede ontwikkeling. Het is in ons opgekomen, in dit geval zeg ik nog een keer, is een visie en van de president. Het komt natuurlijk uit het manifest van de revolutie dat in de jaren 80 is verschenen. Educatie is de basis voor elke ontwikkeling, gezondheidszorg, etc. Maar educatie is heel belangrijk. Er gaan nu studenten intrek nemen in het gebeuren. Ze zullen geleerd worden wat mag en wat niet mag. Als je de vicepresident die de opening verrichtte daarnet mag beluisteren, dan geeft hij ook aan hoe hij ook op campus was in het buitenland. En dat je dan leert zelfstandig te worden. Ik wil de ouders hier die de gelegenheid, de mogelijkheid hebben om hun kinderen ook op de campus te laten studeren, ze niet thuis te houden. Laat dat kind, want het is een deel van het proces van volwassenwording voor de kinderen. En ze zijn niet ver weg, ze zijn nu in dit geval, dus ze kunnen vaker thuis zijn. Maar dan nog, hun participatie, hun aanwezigheid hier op de campus, is een deel van de vorming van die toekomstige generatie, de toekomstige leiders van dit land, de toekomstige producenten van dit land. En wat ik ze wil meegeven, trek in, het is er voor jullie. Hoe voller het raakt, hoe goedkoper het wordt. Dus dat is ook een economische overweging. Als alle 312 kamers bezet worden, en dat is de vraag die de president heeft, hoe kunnen we het goedkoper maken? Zonder om het te subsidiëren. En dat betekent maximale, optimale bezetting. Betekent dat als het optimaal bezet is, verdient het bestuur hier meer, kunnen de kinderen minder gaan betalen.